Ingelaste wedstrijd of niet, de vrouwen maken op Flevo en IJs andermaal werk van hun marathoncup. Dat blijkt al snel als Yvonne Spicht het peloton aanvoert. Dat doet ze niet voor niets, want daarvoor rijdt dan al een kleine kopgroep met haar ploeggenote Mariska Huisman. Samen met Mireia Reitsma en Andrea Sikkema. Die drie blijven lang weg, maar worden uiteindelijk teruggehaald. En dan ontstaan er diverse nieuwe kopgroepjes. Zoals deze, met Erna Last, Danielle Bekkering en Bouke Haarlink. Daarna volgt een poging onder aanvoering van Sandra het Hart. Met opnieuw Sikkema, Jolanda Langeland, Francisca Groen en Margot van der Merwe. Maar uiteindelijk zijn twee vrouwen succesvol. De weer bijzonder strijdlustige Mireia Reitsma krijgt Yvonne Spicht mee. En samen blijven ze weg, mede omdat ploeggenoten achter hen stoppend werk verrichten. Spicht en Reitsma mogen daardoor samen uitvechten, ziet ook fixploegleider Gerrit Bakker. Het wordt een bloedstollende sprint, waarbij op de streep het verschil niet waarneembaar is. Nou, het was heel close. Ik kon het zelf niet zien. Dus het was een hele spannende sprint inderdaad. Meestal weten sporters het zelf wel of het wel of niet zo was, maar jij? Ja, inderdaad. Ik dacht zelf ook inderdaad, normaal gesproken als je wint, dan zie je het wel. Maar het was zo close. Ik kon het zelf ook niet zien. Mooie opluchting, hè, zo? Ja, zeker weten. Ik had heel veel moeite om Mireia eerder bij te houden. Ik heb voor mijn gevoel bijna 3 rondes lang moeten sprinten om er gewoon achter te kunnen blijven. En Mireia heeft ook echt zeker het meeste werk gedaan. En het leek toch het laatste stukje dat ze een beetje stil viel, waardoor ik toch nog langs kon. En het verbaasde mezelf ook wel. Niet alleen jou, want waar komt het ineens vandaan? Want tot nu toe was je seizoen nou niet echt wat je ervan gedacht had. Nee, zeker niet. Ik ben op het begin van het seizoen heel lang ziek geweest. En het duurde lang voordat ik weer een beetje terugkwam. En dan is dit zeker een grote verrassing, ook voor mij. Wat had je, ziek? Astma. En daardoor heb ik heel lang blijven hoesten. En kon ik gewoon niet goed trainen. Dus ja, een slecht voorseizoen daardoor. En dan kom je hier op Flevo aan IJs en denk je, dit is leuk, dit is mijn ijs, dit is mijn terrein. Ja, nou ja, dat ik natuurreis, dat het al goed lag, dat heb ik eerder natuurlijk ook al bewezen op de Wijze Zee onder andere. En dan is Beringhuizen inderdaad ook wel mijn sterkere punt. Maar dat ik dan zo kon winnen, dat had ik nog steeds niet verwacht. En heb je dan, als je zo ziek bent, je baalt natuurlijk, maar heb je ook iets van, komt dat nog wel goed dit seizoen? Nou ja, het ging wel langzaamaan beter. Het duurde maar al een paar keer te lang. En ook met die andere wedstrijden miste ik weer net de kopgroep en dan baal ik gewoon zo erg. Ja, en dan wil je toch weer een beetje terugkomen. Nou, op deze manier is het wel heel mooi. En goed voor de ploeg ook, want zoveel is er nog niet gewonnen door Fix. Nee, inderdaad. Ook Bianca een beetje geblesseerd. En Manon nog proberen voor de lange baan. Mariska wil ook nog niet helemaal. Dus ja, dan is dit echt zeker mooi voor de ploeg. En is dat een voorbode van wat je nog in petto hebt? We gaan straks naar de Wijze Zee. Nou, wie weet. De Wijze Zee is echt, daar heb ik me al eerder gewoon goed kunnen laten zien. En dat hoop ik dit jaar weer te kunnen doen. Succes. Ja, dankjewel.